De oostelijke dijk van het Muntendammer diep in de provincie Groningen is bij Zuidbroek 's avonds over een afstand van ruim 20 meter bezweken. Het water van het kanaal is daardoor de polder de Munten binnengestroomd, die over een oppervlakte van 200 hectare blank is komen te staan. Nog diezelfde avond werd bij het licht van fakkels begonnen met de pogingen om het gat te dichten. Karrenvrachten vol stenen werden erin geworpen. Honderden militairen uit de garnizoenen in het noorden, die in verband met het gevaar al waren opgeroepen, werkten de hele nacht door. Maar het water bleef stromen. Gevreesd wordt dat men de brespas zal kunnen dichten als het water in het kanaal en in de polder eenzelfde niveau heeft bereikt. In het overstroomde land liggen twee zandschepen die door het gat werden meegesleurd. Een aantal boerderijen kwam geïsoleerd te liggen. De bewoners werden geëvacueerd, maar kwamen de volgende morgen terug om door het wassende water nog een deel van hun eigendommen in veiligheid te brengen. Ook de landbouwproducten trachtte men voor zover mogelijk nog te redden. Het ging hier vooral om de ingekoude aardappelen. Het was een geluk dat het water maar langzaam steeg. Daardoor kon dit werk vrijwel de hele dag voortgaan en kon een groot gedeelte van de voorraden nog geborgen worden. Men verwacht dat het geruime tijd zal duren voordat het land weer zal zijn drooggemalen. Overigens is Groningen niet de enige provincie die last heeft van het water. Langs de Maas in Limburg staan eveneens grote gebieden blank. En ook hier vreest men dat de was van deze rivier een verdere stijging van het waterpeil zal veroorzaken.